Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanou. Ik was al bezig met de volle maan in weegschaal van 25 maart. Maar helaas werd ik tussendoor gestoord. Dus ik ga even kijken of ik weer in het verhaal kan komen. Ik had al wat kaarten hier liggen. Het begon in elk geval met deze. Dus voor een aantal heb ik het gevoel dat er een periode kan zijn van wat meer neerslachtigheid. En dat je wat minder vertrouwen hebt in... ja, dat alles goed komt. Hier staat, have faith in your dreams. Dus ja, het is belangrijk dat je wel dat vertrouwen houdt en weet dat het op het juiste moment in jouw leven zal komen. En dat je dat zult gaan manifesteren. Maar wat ik daar wel heel sterk bij voel, is dat je die voedingsbodem gecreëerd moet hebben. Dus dat je er ook echt klaar voor bent om het niet alleen te manifesteren, maar ook om het te behouden. Bijvoorbeeld... als je liefde wil manifesteren, hoe ver ben je met zelfliefde? Heb je tijd en ruimte voor een partner? Ja, heb je de dingen zelf goed voor elkaar? Het is niet per se zo als je slecht zit in je financiën dat je geen liefde kan manifesteren. Maar vaak zitten daar dus wel dan overtuigingen die te maken hebben met zelfliefde en... ja, het jezelf waard vinden om meer geld te ontvangen en meer liefde te ontvangen. Het is vaak wel allemaal met elkaar verbonden. Dat zie ik ook vaak bij cliënten die ik een healing geef. Dat al die thema's wel met elkaar verbonden zijn. Dus ga kijken waar in jouw leven heb je datgene nog niet gemanifesteerd. Wat misschien eerst gemanifesteerd moet worden. Voordat je bijvoorbeeld liefde kan manifesteren. Dus dat je eerst kijkt van, hey, ben ik blij met mijn huisje, mijn werk, financiën, vrienden. Dus dat je gaat kijken dat je alles op de rit kunt krijgen voordat je bijvoorbeeld liefde wilt manifesteren. En als je een ander doel hebt, bijvoorbeeld een nieuwe baan manifesteren, ga dan bedenken van, hey, wat maakt me blij? Wat zou ik willen doen? En je hoeft het niet altijd letterlijk te weten, maar wel ongeveer van, wat vind ik leuk? Waar ligt mijn passie? Waar heb ik affiniteit mee? En hier komt er ook naar voren, you are good enough. Dus dat je ook weet dat je dat waard bent. En dat het soms kan voelen alsof het universum jou test. Maar je kan gewoon bijvoorbeeld niet een gezonde relatie creëren zonder een stukje zelfliefde. En ook, bijvoorbeeld met werk en alles. Als jij heel veel angst en onzekerheden hebt, dan ga je dat hoe dan ook tegenkomen in jouw werk. Dus dat je daarin vaak ook op de proef gesteld wordt. Of stel je werkt voor jezelf, dat je bedrijf gewoon niet echt stroomt. Dat het niet echt van de grond komt. Of dat er te veel stress naar voren komt, dat je overweldigd voelt. En als je in loondienst werkt, dan kan het zijn dat je collega's niet fijn zijn. Of dat je manager niet prettig is om mee samen te werken. Of dat hij altijd iets heeft op te merken of aan te merken op hoe jij doet. Of dat je je werk niet goed genoeg doet volgens hem of haar. Dus dat er toch nog dingen zitten in jouzelf. Waardoor je ook dat nog niet kan creëren wat je graag wilt creëren. You and your loved ones are safe. Dus misschien heb je ook wel bepaalde zorgen over dingen. Misschien waar het naartoe gaat in de wereld. Of ander soort angsten, misschien financieel. En je mag er dan ook op vertrouwen dat die dingen zich goed gaan ontwikkelen. En het betekent niet dat je gewoon op de bank kan gaan liggen en kan gaan afwachten. Neem geïnspireerde actie als er kansen op je pad komen. En je voelt vaak wel waar je blij van wordt en wat je graag wilt. En dan moet je ook niet te veel denken aan hoeveel tijd, energie of geld iets kost. Als je voelt, ik moet dit doen, zorg ervoor dat je de mogelijkheid gaat creëren om dat te doen. En show the world the real you. Dus dat je steeds meer leert om je ware zelf te leven. En dat je steeds meer naar buiten brengt wie jij in de kern bent. Dus steeds meer leven en zijn wie jij eigenlijk bestemd bent te zijn. Dus wat jouw bestemming is in het leven. Dat je daarmee bezig gaat. En dat je dat gaat neerzetten. Jo, die zit even bij mij op schoot, want die zat de hele tijd te blaffen.
Dat was een beetje mijn stoorzender tijdens het maken van de readingen voor YouTube. Ik vind het trouwens leuk als je een reactie achterlaat onder het filmpje. Ik steek best wel veel tijd en energie in. Dan weet ik ook dat, dat mensen er naar kijken en er iets uithalen. Dat het resoneert. Dus doe dat vooral even. Huwelijksreis. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Dus voor degenen die al getrouwd zijn, ga meer leuke dingen doen met je partner. En ja, als je nog vrijgezel bent, dan staat het echt voor de verbinding in jezelf, met jezelf. Meer genieten. Een reisje maken. Ja. Dus echt meer het avontuur aangaan. Jordi is er alweer zat van op schoot. Die willen volgens mij alweer af. Dus laten we even kijken of we deze reading in alle rust kunnen afmaken. Doe er moeite voor. Diepe liefde is het waard dat je de nodige stappen neemt. Dus werk vooral in eerste instantie aan die zelfliefde. Zodat ook jouw liefdesleven meer kan gaan stromen. Ongeacht of je nou wel of niet een relatie hebt. Het is altijd belangrijk om aan jezelf te blijven werken. En als je wel een relatie hebt, zorg ervoor dat ook je partner open staat voor communicatie. Of diepgaande communicatie. Dat je echt dingen kunt bespreken die belangrijk zijn. En mocht je fundamenteel toch iets missen in een relatie en je komt er samen echt niet uit en je hebt er alles aan gedaan, weet dan dat het soms ook gewoon tijd is om dingen los te laten. Dingen die echt niet meer goed voelen. En dat er betere dingen op je pad komen. Want niet alleen liefdesrelaties, maar ook vriendschappen. Het moet natuurlijk van twee kanten komen. En als daar niet evenredig in wordt geïnvesteerd qua bijvoorbeeld de energie, de moeite, het initiatief, dan is het misschien tijd om los te laten. Dat je dan ook meer geluk gaat ervaren. En dat de stappen die je gaat zetten, als je voelt dat je een stap moet zetten, en je gaat het dan dus doen, dat dat zich ook goed zal ontwikkelen. Dus dat je daar alleen maar beter van zal gaan worden. Even kijken. Oh, oké, jeetje. Ja, de hele tijd toch bevestiging. Time to let go. Dus het kan voor meerdere groepen zijn. Hier had ik in eerste instantie natuurlijk wel het gevoel van, hey, ga samen wat ondernemen. Maar er zijn misschien ook mensen die toch wat in een wankele situatie zitten. Iets wat niet helemaal kloppend voelt. Een beetje zo'n onderbuikgevoel van, er mist gewoon iets en ik moet nu mijn eigen pad gaan ontdekken. Het kan ook zijn dat je een ander hebt ontmoet, maar toch voel ik dat niet zo sterk. Ik voel meer gewoon voor iemand een twijfel in de eigen relatie. En het voelt voor mij meer gewoon een langdurige relatie. Niet per se een huwelijk. Dus even kijken. Time to let go stond er dus. Dus tijd om het los te laten. En het hoeft niet per se de relatie zelf te zijn. Het kan ook iets in jouzelf zijn. Misschien ben je gewoon heel veel aan het piekeren over dingen. En creëer je daardoor zelf eigenlijk al ellende. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar zo kreeg ik het door. Dus zo benoem ik het dan ook maar gewoon. And spirit, time to collaborate. Ja, dus ook meer de samenwerking met anderen aangaan en ook, als je het gevoel hebt dat je in een relatie zit waarin je meer geeft dan neemt, zorg ervoor dat je de ander ook de tijd en ruimte geeft om stappen te zetten richting jou en moeite te doen voor jou. Want het kan ook zijn dat je gewoon heel gepassioneerd en intens bent en dat de ander vaak ook niet de tijd en ruimte krijgt om zelf stappen te zetten, omdat jij het dan alweer hebt gedaan. Peace. Dus als je herkent in het stukje dat je ook snel gefrustreerd en geïrriteerd kan raken over dingen. En dat je gewoon heel erg ongeduldig en perfectionistisch bent. Zorg er dan voor dat je meer innerlijke rust gaat vinden. Zodat alles in je leven gewoon beter kan stromen. En dat je niet direct denkt dat het aan de ander ligt. Maar dat het soms ook belangrijk is voor jezelf om een stap terug te doen. Zodat je ook ziet van, hoe gaan de dingen zich ontwikkelen. En
Het voelt voor mij alsof voor degene waarvoor het resoneert, dat je te veel bovenop de dingen zit en het te veel wil controleren, waardoor de dingen vaak ja, bij de handen afbreken. Dus dat het eigenlijk niet de kant op gaat die jij had gehoopt. En dat het ja, niet per se jouw schuld is, maar dat je er wel een soort van een aandeel in hebt, doordat je moeite hebt met vertrouwen en de dingen niet echt kunt loslaten. Dus dat in jouzelf te veel angsten en onzekerheden nog zitten, waardoor jij eigenlijk ja, je eigen leven saboteert. Nou, daar wil ik het graag bij laten voor deze keer. Ja, mocht je een reading willen, ik plaats onderaan het filmpje ook wel even een aanbieding. En ik vind het leuk als je me nog niet volgt, dat je me ook even gaat volgen. En ja, misschien spreek ik je op WhatsApp als je een reading wilt aanvragen. En anders tot de volgende keer. Doei!